Na 8,5 jaar afwezigheid maakte hij 2 weken geleden zijn rentree officieel bekend. Hij is de Nederlands rallykampioen van 1995 en 1996. Dat deed hij met deze Ford Escort Cosworth, Bert de Jong. De man die als eerste in Nederland reed met de Ford Escort World Rally Car en daarna verscheen met een echte fabrieks Subaru Impreza World Rally Car. Maar in 1999, tijdens de rally van Kroatië, ging Bert de Jong hard van de weg af. Het was nog maar de vraag of hij terug zou komen in de rallysport. Dat lukte wel. De wagen ging niet zo slecht gisteren, maar nou mijn voet het. Maar echt grote successen waren er niet meer. Nu na 8,5 jaar afwezigheid is het tijd voor een opvallende rentree in de belangrijkste rally van Nederland. Bert de Jong start met een Subaru Impreza S14. Auto waarmee Subaru vorig jaar nog reed in het wereldkampioenschap rallies. De concurrentie is gewaarschuwd. Ik denk dat hij nog steeds heel hard gaat. Maar zegt dat dan wat over hem of over het niveau bij ons op dit moment? Nou goed, er zitten vooraan een paar jongens in de WSC's die echt hard gaan en... Dan heb je de subtop in de WSC's. Ik denk dat Bert daar wel voor zit. Maar kan Bert winnen in Hellendoorn? Nee, dat denk ik niet. Wevers zit in een goed ritme. Wevers is denk ik op het moment wel de snelste Nederlander. Ik weet niet, als Tune komt, dan zal dat een gevecht worden. Maar vind je het een verrijking dat iemand die 8 jaar niet gereden heeft er weer bij is? Of zetten we de klok wel heel ver terug? Ik vind het wel een verrijking als er iemand in een WSC stapt die goed kan rijden. Duidelijke taal. Bert de Jong dus met een Subaru Impreza S14 in Hellendoorn. Maar de komende week zou er nog wel eens meer verrassend rallysportnieuws uit ons eigen landje kunnen komen. Voor die belangrijkste rallyafspraak in Hellendoorn over 3 weken.